Welkom bij deel 9 van de serie Lightroom Classic in 10 stappen, waarin we in de module ontwikkelen gaan werken met de zogeheten lokale aanpassingsgereedschappen. Hiermee kunnen onderdelen worden gecorrigeerd in helderheid, kleur en scherpte en we kunnen foto's stukje retoucheren. Goed, um, nou, laten we beginnen eens even te kijken waar zijn die lokale aanpassingsgereedschappen uh, gehuisvest. Nou, die zitten in de ontwikkelmodule, dat zien we dus hier dat we in ontwikkelen zitten. We hebben hier alle deelvensters en boven die deelvensters onder het histogram zie je daar de lokale aanpassingsgereedschappen. Het is het bijsnijdgereedschap, vlekken verwijderen, rode ogen, gegradueerd filter, radiaalfilter en aanpassingspenseel. Je ziet dat bij elke gereedschap staat een sneltoets, bijvoorbeeld M, en bij het uitsnijdgereedschap. Uh, is dat de R? En uh, nou ja, goed. We hebben hier een foto, 3x2 foto, een, een redelijke macro foto. Maar we willen wat meer aandacht op het kopje van het insect hebben. Nou, dat kunnen we doen door de foto wat, wat krapper bij te snijden. We drukken dan ook op de letter R. En op het moment dat dat gebeurt ontstaat er een raster waarbij we het hoekpunt kunnen pakken en deze kant op slepen. Zodanig dat dat beestje wat beter in beeld komt. Je ziet overigens dat de verhouding 3 bij 2 behouden blijft. En dat komt omdat het slotje hier aan de rechterkant aan staat. Dus wanneer je gaat bijsnijden, let even op het slotje. Wanneer dat slotje uh, dicht staat, dan blijft de verhouding behouden. Zet je het slotje los, ja dan kun je dus echt alle kanten op. We zetten er even vast en we zetten hem er even op 3 bij 2. Dan weten we zeker weer dat we de juiste verhouding hebben. Bijvoorbeeld voor een 60 bij 40 afdruk of een 75 bij 50. Ja, eigenlijk is dat het. Hè? Wanneer ik op de letter R druk, dan verdwijnen of dan zie je de pixels niet meer die, er, uh, die je er niet op wil hebben. Het is zo dat die pixels worden niet weggegooid. Dan druk je weer op de letter R. Dan verschijnt dus weer het hele beeld in, in, uh, in beeld. Wanneer je dit er zo over 10 jaar zou doen. En je zou zeggen: Goh, ik wil aan de linkerkant nog een stuk tekst bij hebben. Nou, dan kun je dat, dat gebied gewoon weer groter maken. Of de titel aan de bovenkant. Snap je? Dus je, je gooit nooit pixels weg. Dat is makkelijk. Nog even een kleine uh, tip wanneer je dit doet. Uh, je ziet, hier hebben we de regel van een derde. Uh, verdeling uh, wanneer je de letter O drukt, dan is het van overlay. Krijg je een ander soort verdeling van de foto. Hè? De, de mensen die iets met compositie leren hebben, nou, die worden helemaal blij van. Ja, die zien allerlei verdelingen verschijnen. En ja, wanneer je dan het hoofdonderwerp plaatst volgens die indeling, dan staat dat dan nou, waarschijnlijk net iets beter dan wanneer het gewoon maar lukraak uh, op gevoel geplaatst is. Maar goed, uh, dat is dus nog een extraatje. We kunnen ook nog roteren. Nou, dat doe je bijvoorbeeld hier. Uh, wanneer je in het plaatje staat, wordt een handje. Kun je naar links en rechts een hoekpuntje vastpakken of een, een puntje hier? Dan kun je dus het gro groter en kleiner maken. Maar kom je buiten het kader, ja, dan kun je hem dus draaien. Heb je hem te veel gedraaid? Dubbelklik op hoek en hij staat weer recht. Ja. Wil je alles opnieuw doen, doe opnieuw instellen en hij staat weer in zijn oorspronkelijke vorm. Dus. Het bijsnijden is heel eenvoudig. Letter R, je kunt die letter R vanuit, ook vanuit de bibliotheek gebruiken. Dus wanneer je een foto ziet en je wilt meteen in de ontwikkelmodule gaan bijsnijden, druk op de letter R en je komt in dit beeld. Goed, de volgende foto. En dat is deze foto. Het is niet, niet echt interessant, maar het is een foto genomen bij een klein diafragma en met een lucht. En dan bestaat de kans dat je vlekjes op een foto gaat zien. En die vlekjes die zijn afkomstig van stofjes en, en uh, ongerechtigheden op je sensor. Nou, we zien, wanneer we hier goed kijken, zien we bovenaan twee, twee van die vlekken. Nou, het is heel simpel: je klikt op het gereedschap vlekken verwijderen. Die heeft dan een bepaalde grootte. Dat zie je aan het binnenste cirkeltje. Met je scrollwieltje op je muis kun je dat groter en kleiner maken. Je ziet dan ook het balkje rechts bewegen, maar ik maak hem ietsje groter. Dat, die tweede cirkel, dat is de doezelrand. Wanneer je de shift toets ingedrukt houdt en je draait van het scrollwieltje, dan wordt die doezelrand. Groter en kleiner zie je dat. Dus dan, dan wordt het wat minder uh, scherp wanneer je erop klikt. Nou goed, ik heb hier een, een vlekje. Ik klik erop en uh, Lightroom gaat automatisch op zoek naar een andere plaats om dat plekje te vangen. Je kunt die nieuwe plaats kun je ook zelf ver, verplaatsen. Zodanig dat je uh, een betere plek kunt vinden misschien. Uh, Lightroom doet het niet altijd goed. Nou, heel fijn, maar zitten er nou nog meer uh, stofjes op? Nou, hier zie ik er nog eentje en hier zie ik er nog eentje. Heb ik ze dan allemaal gehad? Nou, om dat goed te controleren, heb je in de gereedschapbalk aan de onderkant, net boven de filmstrip, heb je een knopje dat heet Vlekken visualiseren. En wanneer ik dat aanzet, dan zie je dat er op deze foto duidelijk, het is geen sterrennacht, ja, nog meer vlekjes zitten. Die kun je dan ook wegwerken. Uh, met de optie Ctrl-Shift-Copy, Ctrl-Shift-V kun je. Dit soort patronen kun je kopiëren zodanig dat je niet in elke foto al die puntjes moet weghalen. Want die zitten altijd op dezelfde plek. Het is niet afhankelijk van hoe je kadert. Die zitten altijd op dezelfde plek. Die kun je dan kopiëren. Goed, het volgende. Dat is rode ogencorrectie. Nou, daar doen we even niks mee. Ik weet niet of jullie nog wel eens rode ogen hebben met, met een, een uh, camera, maar ik zelden, wanneer je erop klikt en je klikt op een oog, dan doet je dat uh, allemaal automatisch. Uh, het werkt blijkbaar ook bij dieren, hè, want ze hebben rode ogen voor mensen en ook dierenogen. Die hebben vaak geen rode ogen, maar die hebben toch wel een, 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 soms een vreemde blik wanneer er geflitst wordt. Maar dat even terzijde. We hebben het uh, gegradueerd filter. Daar gaan we direct naar kijken. We gaan eerst nog even kijken naar uh, het uh, radiaalfilter. Even naar een andere foto toe. En dat is deze. Ja, dit is, dit is een, een foto van een concert. Uh, ja, niet, niet misschien heel erg bijzonder. Maar wat er, wat er interessant aan is, is dat je ziet twee mensen. Waarbij de, de man aan de achtergrond, die is eigenlijk het, het helderst belicht. Maar die is niet scherp. En de dame op de voor die is scherp, maar die staat niet in die zon. Die is niet helder belicht. Dus ja, daar heb je een beetje discrepantie. Want het oog kijkt graag naar... Heldere dingen die scherp zijn. En dat is hier dus niet het geval. Van de ene kant wil ik naar die man kijken omdat hij helder is. En van de andere kant wil ik ook naar, de, naar, de, naar die dame kijken omdat die scherp is. Goed, dat gaan we, gaan we even corrigeren. En hoe gaan we dat doen? Dat kunnen we met het radiaalfilter. En ik heb daar nu net op geklikt. Uh, zorg dat al die schuifjes hier op uh, 0 staan. En ik sleep nu vanuit het midden een ellips rond die dame. En ik kan hem ook nog een beetje kantelen door er buiten te gaan staan. Zo, en wat ga ik nu doen? Ik ga niet de belichting, ik ga ze niet lichter maken door de belichting, de middentonen te volgen, maar ik ga ze lichter maken door de witte tinten te volgen. Want dat houdt wat meer contrast en dat, dat neigt meer naar hé, hey, daar staat ook zo'n op. Dus je ziet nu dit gebeuren. En ze krijgt nu al een soort helderder. Ze krijgt meer aandacht. Ik kan de schaduw nog ietsje verhogen. Zo. En wat ik ook kan doen. Je ziet dat de kleurtemperatuur verschillend is. Want die man staat in de volle zon en zij staat in de schaduw. Nou, ik kan ook de kleurtemperatuur nog wat omhoog gooien. Dus nu zie je dat ze ineens meer aandacht krijgt omdat ze, omdat ze helderder wordt. Maar wat nog steeds het geval is, die man ja, die blijft helder. Dat is natuurlijk een beetje lastig. Dan nou kunnen we daar ook een, een ellipso maken. Maar wat we zouden kunnen doen, is in het histogram. Slepen we even de algemene belichting van de foto een stuk donkerder. Dan wordt alles donkerder, dus ook wat in die ellipse zit. Maar nu kan ik de belichting, en ik ga even kijken hoeveel dat die uh, min no, 2 derde stop heb ik hem teruggedraaid. Dan ga ik de belichting in die cirkel 2 derde stop verhogen. Zo. En nu wordt het effect nog veel duidelijker. Dit, dit was de foto en dit wordt de foto. Ik zal hem even die, die cirkel uitzetten, zo. Ja, dus dit was het en dit wordt het. En je ziet dat dat keert de, de, de rollen om, zeggen ze wel. Eens. Nou, dit keert de rollen om. En dat doe je dus met een radiaalfilter. Vooral bij tegenlichtingen en dat soort zaken kun je uh, dat radiaalfilter goed gebruiken. Uh, zorg ervoor dat je uh, goed let op hoe, hoe de doezelaar is. Zeg je, ja, wat is nou een doezelaar? Nou, dat is de, de vage rand. En hoe kan je, kun je die zien? Druk eens op de letter O. Dus we selecteren een cirkel, druk op letter O en dan zie je daar een rood gebied in verschijnen. Hè? Dus zo zie je dat niet, zo zie je daar wel. Dat rode gebied, dat is het gebied wat bewerkt wordt. En volgens mij, wanneer ik hier nu, kijk je ziet het gebeuren. Wanneer ik hier nu aan doezelaar draai, wanneer ik geen doezelaar heb, dan wordt het een heel strak rondje. Hè? Een strakke ellips, zet ik die doezelaar helemaal de andere kant op, dan wordt het een heel vaag een lipje. Bij mij staat die meestal op 50. Dat is, uh, je kunt het nog achteraf doen, dus je hoeft niet eerst te denken van hoe moet ik dat doen. Ja, zo werkt het. Nou, dat is het, het radiaalfilter. Op zich ook een handig filter. Nou, tot slot. Want er is heel veel mogelijk met dit soort gereedschappen, Gaan, kijken we nog even naar het uh, gegradueerd filter. Dat doen we aan de hand van, van een, ja, ik zal niet zeggen dat het een mislukte foto is, maar toch wel een bijzondere foto. Ik ga hem eerst even recht zetten, want ik zie dat het een beetje scheef staat. Zo. Ik ga hem ook wat bijsnijden, dan 16 bij 9. Dat doe ik dan zo. Zet ik hem op een derde. Nou, prima. Nou, de deze foto, ja, je ziet ik heb belicht op de lucht. Uh, maar ja, dan is die voorgrond dus hartstikke donker. Je, je zou dat dus kunnen doen door de, de hooglichten terug te draaien, de schaduwen op te schroeven. Dan de algemene belichting omhoog te doen. Uh, de nevel te, te verwijderen. En dan ook nog, nou, misschien wel de, de kleurtemperatuur omhoog, zo. Ja, ja, of het nou echt allemaal heel mooi wordt en de kleuren, dat is. Uh, hier zou je dus het gegradueerd filter kunnen gebruiken. Dus we gaan even terug naar 16 bij 9. We zetten hem wat rechter zo. Dus, dus dit, dit zou het beeldje moeten zijn. Zo. Prima. Nou, dit is iets voor een gegradueerd filter. Want je, daar klik je op. Dan krijg je dus hetzelfde aantal parameters als bij het radiaalfilter. En je sleept nu vanuit het midden naar boven toe. Vanuit onder naar boven. Dat betekent nu dat de onderkant zal. Bewerkt door en dat zie je nu ook, want die letter O die, die staat blijkbaar nog steeds aan. Ja, het rode gebied zal bewerkt worden en ook hier heb je een soort doezelaar, dat is de dikte van die rand. Hè. Dus je, je versleept het ding zelf aan dat knooppunt, maar de dikte doe je met, door aan een van die buiten dingen te te slepen. Goed, en wanneer ik dus nu de belichting ga verhogen, doe ik dat alleen maar van de onderkant. En wanneer ik zeg ik wil de nevel erin verwijderen, dat doe ik alleen maar van de onderkant. En wanneer ik daar de witte in wil veranderen, dan gebeurt er dus niks met met die, uh, met die wolken, want die kunnen dus overbelicht raken. Ja, uh, je kunt de verzadiging nog wat omhoog doen. Ja, en de kleurtemperatuur nog iets. Nou heb ik dus een, 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 een redelijk goede onderkant. Ja. Uh, je kunt er nog een, een tweede bij maken, ja. Dus zo, ja, dat ziet er nu even niet uit, maar dat heeft te maken met het feit dat we alles weer even op nul moeten zetten. We dubbelklikken dus gewoon even op die. Nou, dat is de lucht aan de bovenkant. Nou, wanneer ik die lucht aan die bovenkant doe, dan kan ik de hooglicht iets terughalen misschien. Ik, ik kan de nevel verwijderen iets. Dat moet hier wel iets meer belicht worden zo. En ik zou bijvoorbeeld die bovenkant is is blauw kunnen maken door de kleurtemperatuur deze kant op te halen. Dus uh, ja, je ziet, je hebt alle mogelijkheden om uh, met, met, met dit soort verloopfilters de foto aan te passen. Ja, dit is het plaatje en dit wordt het plaatje. Dat ziet er toch een stuk mooier uit. Je kunt natuurlijk ook nog steeds de, de gewone uh, gereedschappen gebruiken. Ja, zodanig dat je, nou, het, gaat een, het gaat een beetje te ver, maar dat je zelfs dit soort plaatjes kunt maken. Ctrl-Z, overigens, dan kom je steeds weer terug. En dan ben je weer bij het beeld. Dus tot zover het gebruik van de lokale aanpassingsgereedschappen. Het zijn allemaal tijdelijke gereedschappen, dus mocht je dat in de toekomst willen veranderen, is dat geen enkel probleem. Ja, en uh, kun je de, de foto met een, ja, met een ander verloopfilter of met een andere, ander radiaalfilter alsnog uh, bewerken. Tot zover het werken met lokale aanpassingsgereedschappen. En in het laatste deel, deel 10 van deze serie, gaan we foto's exporteren.